Dit is Zomerpraat met Tom van Grieken, een speciale zomeraflevering van Toogpraat. Korter, meer zomers, maar even politiek incorrect. Want ook in de komkommertijd gaan we de taboes niet uit de weg. Goedendag en welkom bij Zomerpraat, de zomereditie van Toogpraat. Korter, luchtiger, maar nog steeds politiek incorrect. De afgelopen jaren ben ik te gast geweest bij een heel wat jonge gasten en vrouwen die een eigen podcast hadden. En deze zomer nodig ik ze uit hier aan mijn barretje op Toogpraat, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot Zomerpraat. En een van mijn gasten vandaag is Charlie. Dag Charlie. Hello Tom, talk to motherfucker Charlie in the building. Dank je om mij uit te nodigen. Graag gedaan, Charlie. Het blijft Toogpraat. En we beginnen altijd, ieder gast die hier komt, bied ik een drankje aan. Ze mogen hun drankje of zomercocktail kiezen. En ik moet zeggen, Charlie, dit is een ongelofelijke teleurstelling. Water. Water, waarom heb je bruiswater gekozen? Waarom heb ik gewoon water in het algemeen gekozen? Want water is gewoon iets dat mij gezond houdt. Ik ben ook afgevallen, Tom, als je herinnert van de laatste keer dat je me hebt gezien. Even een paar kilootjes afgevallen, dus ik probeer water in mijn systeem te houden. Dus al die cocktailtjes en zo gaan mij niet helpen. Jij drinkt nooit geen alcohol of niet meer. Al jaren niet meer. Nooit, geen druppel? Nee. Oké. Okay. Ja, bewust? Cool. Wat je helemaal flippen als je alcohol drinkt? Well, valt op 16-jarige leeftijd, bijvoorbeeld een vriend van mij, zijn moeder was gestorven. En op 16-jarige leeftijd drinken. En dan, dat helpt niet. Hè? Tijdens het begrafenis-evenementje daar ben ik flauwgevallen, bijvoorbeeld. Dat is een van de ervaringen die ik heb gehad op 16-jarige leeftijd. Dat ik niet wil leegzuipen, bijvoorbeeld. Ja, kijk. Ik heb bij een andere podcast ook al gezegd, tijdens verkiezingen, als verkiezingen eraan komen, drink ik ook geen druppel alcohol. Alleen tijdens verkiezingen. Ja, want ja, ik hou wel van een wijntje met lekker eten of met een cocktail als het goed weer is op vakantie. Zeker. Als je geen verplichtingen hebt. Maar als het verkiezingen zijn, als een sportman, dan moet je scherp staan. Zullen we het zingen? Zeker. Charlie, zie je om te komen. Dank u. Moet je trouwens een rietje voor het wat op te spicen? Nee, ik kan een rietje pakken. Kom, sowieso wel. Pak je papegaai. Voilà. Charlie, voor we dan beginnen aan... de podcast, misschien belangrijk. Ik ken u, want ik was te gast. Zeker. Bij u op de linkeroever. Maar voor de kijkers en de luisteraars, wie is Charlie en waarover gaat de podcast Talks with Charlie? Dank u nogmaals om mij uit te nodigen, Tom. Ik ben Charlie, ik ben vandaag 32 jaar. Tom is veel ouder dan mij trouwens. Gelukkig verjaardag. Maar ik ben Talks with Charlie. Ik ben Charlie, ik ben in Congo geboren. Op 2-jarige leeftijd ben ik naar België gekomen. En ik heb een moeilijke jeugd gehad, waar ik dingen heb uitgesproken uiteindelijk. En dan naar Amerika gegaan. Vastgezeten. Sorry, dat is dat is niet erg, dat is mijn verhaal die je zo spijt. Sorry. Maar je bent van Congo naar hier gekomen, ja, stel je dingen aan, en in Amerika? Amerika, en daar heb ik uiteindelijk weer domme dingen uitgesproken en uiteindelijk 6 jaar gekregen en 5 jaar vastgezeten. Water. Dus ik ben vrijgekomen en dan terug naar België gestuurd, omdat ik een Belgische buurt. Hoe oud was je toen? Op 16-jarige leeftijd ben ik gaan vastzitten. Rikers Island, voor de mensen die dat niet weten, een van de meest beruchte gevangenissen in Amerika gewoon. En ik zeg dat niet om zo fier te zijn of zo. Elke gevangenis is... Allee, gevangenis in het algemeen is slecht. Dat je een dag doet of 10 jaar, dat is sowieso slecht. Maar op 16-jarige leeftijd heb ik dus 6 jaar gekregen, vrijgekomen op 21-jarige leeftijd. Maar aangezien ik Belg was, hebben ze mij 2 naar België gestuurd. En toen heb ik ook de beslissing genomen van, weet je, deze is een stap dat ik nooit meer wil doen. Deze wil ik ook meegeven aan de volgende generatie. En wat bij mij is bijgebleven, is wat mijn vader tegen mij zegt. Je hebt iets meegemaakt dat ik nooit heb meegemaakt. En dat is mijn vader die dat zegt. Dus dat heeft me echt wakker gemaakt, wakker geschud om deze boodschap mee te geven aan de jongeren. En waarom ben ik vandaag met mijn podcast gestart? Om zulke gesprekken te hebben met mensen zoals u. Mensen die de mens niet verwacht dat ik mee ga samenzitten. En waarom is dat belangrijk? Want de jongeren, wanneer ze iets zeggen... denken ze vaak, ja, maar mensen luisteren niet naar mij omdat ik bijvoorbeeld van een bepaalde omgeving kom. En in mijn geval vastgezeten en dergelijke, en toch samen zitten met mensen, vind ik belangrijk en ook gewoon die boodschap beter. En daarover gaat mijn podcast, mensen mijn stem, een platform te geven. Ah ja. Dus iedereen, groept iedereen op. Inderdaad. Abonneer u op Talks with Charlie. Is op alle kanalen, vermoed ik? Nee, ik ben... Witte Spotify, ik heb dat op Spotify gedaan en uw episode was graaf. Dat was graaf, dat is wel graaf. En toen dacht ik van, toen heb ik een andere episode erop gezet en dacht ik, ja, dat is minder. En toen dacht ik, we gaan gewoon YouTube houden. Alleen YouTube? Ja, alleen YouTube, is visueel beter. Ja. If you want to check me, talk to motherfucker Charlie YouTube, abonneer.
Ja, dus gewoon Talks with Charlie, dat motherfucker te doen. Dat is voor de show. Want dat is helemaal niet. Dus gewoon Talks with Charlie. Talks with Charlie, klopt. Maar ook belangrijker, je doet dat ook. Is dat een beetje ingekaderd in je rol dat je hebt bij de City Pirates? Of is dat een project dat er los van staat? Talks with Charlie is eigenlijk 2 jaar geleden ontstaan. En toen werk ik bijvoorbeeld nog niet bij City Pirates. Ik ben altijd wel een City Pirates lid geweest, maar nooit officieel tot sinds kort bijvoorbeeld. Oh ja. Misschien interessant, want ik vind dat wel een interessant project, want wij hadden toen uw eerste podcast waar ik aanwezig was, een toehoorder, dat was de trainer of de voorzitter van de City Pirates. Ik weet niet wie er toen zat, was een heel gemotiveerde, of een trainer of voorzitter? Ik denk voorzitter dat er zat. Nee, ik denk dat hij een trainer was. Ja. Een trainer, u hebt het over Yves, denk ik. Ja, hij zat er tijdens uw interview. Ook een Afrikaanse, echt een toffe gast. Ja, ze waren een podcast met één luisteraar, wist u wel. Hij kwam luisteren. Want dat project met City Pirates en zo, dat is ook wel heel interessant. Mm-hmm. En wat doet je daar nu concreet? Ik ben trainer ook geweest. Ik ben inderdaad trainer geweest bij City Pirates. Ik heb de U13, U12 en U13 gecoacht. Daarna ben ik een sociale coach geworden bij City Pirates. Waar houdt dat exact in? Ik ben gewoon een maatschappelijk werker eigenlijk. En weer al probeer ik de jongeren die nu shotten op de juiste pad te houden door bijvoorbeeld... Voor de niet-Antwerpse luisteraars, shotten, dat is voetbal. Voetballen. Sorry. Ik ben een sociale coach bij City Pirates. Je nooit verontschuldigen voor je Antwerps, Charlie, nooit. Nee. Nee, ik ben maatschappelijk werk bij City Pirates en we houden echt in gewoon jongeren op de juiste pad houden. Ik zeg altijd, school is belangrijker dan voetbal. Dus dat probeer ik ook gewoon mee te geven. Want er zijn misschien 10 die gaan... halen, maar misschien 100 niet. Wat doen we met de 100 die het niet halen? Haal je diploma, is mijn boodschap eigenlijk. En dat probeer ik mee te geven bij City Pirates ook. Okay. En terug te komen op de podcast, want ik vond dat project van City Pirates vermelden niet onbelangrijk, want ze leveren toch een verdienstelijke poging. Ja, je bent ook bekend in Antwerpen door andere City Pirates en uw verhaal, ondertussen als podcast. Mm-hmm. Doet u het nog graag? Natuurlijk. Hoe lang doet u nu? 2 jaar? Eerlijk gezegd, maatschappelijk werk doe ik al sinds 2016, kun je zeggen. Dus dat is eigenlijk gewoon een verlenging van wat ik al deed ervoor. Snap je? Dus ik doe dat graag, want jij houdt je echt... Ik heb ook 2 kinderen. Ik hou me bezig met jongeren, meestal van middelbaar. Dus mijn jongeren, dus mijn zoon en mijn 2 zonen, gaan ook die leeftijd. Hoe 9 en 2. Die gaan ooit die leeftijd hebben. En daar ben ik al voorbereid. 2? Ja, 9 en 2. Ja, 2. Mijn zoontje wordt ook 2 binnenkort. Ja. Geen rust, hè. Overal maar opkruipen. Die van mij ook, ja, inderdaad. Hij doet veel salto's en zo. Nee, die mij gelukkig niet. Salto's? Ja. Ik zou niet meer slapen als hij dat zegt. Flexibel. Flexibel. Ja. Goed, Charlie. Mm-hmm. We zijn hier natuurlijk niet alleen om over Talks with Charlie te praten. Natuurlijk niet. City Pirates. Mm-hmm. We zijn hier ook naar hier gekomen, naar mijn barretje. Inderdaad. Om helemaal zwaar in de bruiswater te vliegen, maar ook om een... wat vragen aan mij te stellen. Natuurlijk. Ik heb u inderdaad op mijn podcast gehad en ik vond dat ik deze vraag niet echt had gesteld. En de vraag was van, kijk, we weten veel mensen als we Vlaams Belang horen. En ja, dat is altijd racist. Maar mijn vraag naar u is bijvoorbeeld, ik pak mijn eigen voorbeeld. Ik ben juist in België, misschien 5, 6 jaar. Ik heb juist mijn papieren en ik kan nu bijvoorbeeld stemmen. Maar ik ben niet volledig mee. Ik kan nog niet zo goed Nederlands spreken en zo. Maar ze zeggen, je moet gaan stemmen. En Tom van Grieken moet bij mij thuiskomen en hij moet mij, de Congolese gast die juist Belgisch geworden, overtuigen om voor Vlaams Belang te stemmen. Ja. Wat zegt Tom? Ik zeg dat ik nooit iemand overtuig waarom hij of zij op een partij moet stemmen. Mm-hmm. Ik geloof, je mocht stemmen vanaf je 18 jaar, dat je dan oud en wijs genoeg bent om zelf je keuzes te maken. Ik geloof dat opgroeien ook is, volwassen zijn, je eigen keuzes maken, jezelf informeren. Je moet de praatjes van politici niet geloven. Je moet de praatjes van de media niet geloven. Je moet jezelf informeren en zelf vragen stellen. Wat ik wel tegen mensen zeg, ik zal zeggen waarom ik op het Vlaams Belang stem. Waarom ik op het Vlaams Belang stem is omdat ik geloof dat er iets bestaat als volkeren. Linkse en liberalen geloven dat niet. Wij geloven dat er Bretonen zijn, Ieren, Catalanen, Palestijnen, Corsicanen, Hutsis, Tutsis. Dat het allemaal bestaat, er volkeren bestaan. Heel veel mensen geloven dat niet. Wij geloven dat er wel volkeren bestaan. En wij geloven ook dat er dus Vlamingen en Walen bestaan. En ieder volk heeft recht op zijn eigen staat. Dus als de Corsicanen een meerderheid hebben die hun eigen staat willen, dan mogen zij dat. Dat is ons idee. Zo ook de Vlamingen en de Walen, als het een democratisch ding is. Wij willen voor ons Vlaams volk willen een Vlaamse staat. En die willen we Vlaams behouden. En wat betekent dat? Dat is bescherming van onze cultuur, onze taal, onze identiteit. En een van de grote bedreigingen is
massa-immigratie. Dus we willen ook de migratie stoppen of ernstig beperken. Waarom is dat? Omdat ik geloof dat de Vlaming van 1302, je weet al Charlie, die enige veldslag dat de Vlamingen ooit hebben gewonnen, na 700 jaar zijn we nog steeds aan het feesten ervoor, dat de Vlaming van 1302, nu meer dan 700 jaar geleden, dat is niet de Vlaming van 2022. Die is geëvolueerd. Een samenleving is als een... Ja, we zijn dan gelukkig geen thee aan het drinken, maar een samenleving is een kopje thee. En je doet daar een klontje suiker in, dat lost op en dat geeft een verrijking. Migratie is van alle tijden. Maar vandaar de dag worden we geconfronteerd met massamigratie. En doen ze niet één klontje suiker in uw thee, maar 20, 30 klontjes suiker. En dan is die thee, die kan dat niet meer absorberen, die suiker. Hetzelfde als onze samenleving. Vlaanderen heeft altijd migratie gekend. Maar vandaag de dag, ja, gewoon zelf in Antwerpen, zijn er heldere wijken, ja, waar je toch bezwaar nog kunt zeggen dat dat heel Vlaams is. Dat is heel divers, er worden allerlei talen gesproken, maar geen Nederlands, of heel weinig Nederlands, een tussentaaltje. En we denken dat dat de verkeerde kant op. Maar meestal in die wijken is Nederland hun eerste taal. Ja, maar ik moet zeggen, voor het Antwerpse valt de taal relatief goed mee. Al moet ik ook zeggen dat dat relatief is, want we worden qua taal compleet achteruit. De taal van de derde generatie is al veel beter dan die van de eerste generatie. Dus een verplichting, een verantwoordelijkheidsaspect van de ouders. Best Nederlands spreken met je kinderen, dan doen ze het ook beter op school. Zo van die dingen. Maar we denken wel, als je ziet, armoede, zo'n groot probleem in steden als Antwerpen. Dat is voornamelijk gekleurde armoede. Hè. Dat zou heel eerlijk zijn. En je lost geen probleem op door nog meer problemen te importeren. En dat is ons grootste probleem. Met de mensen die hier zijn, Charlie, je weet, ik heb dat ook in uw podcast verteld. We willen de migratie stoppen. Maar met de mensen die hier zijn, ongeacht hun huidskleur, of ze nu wit, zwart, bruin, paars, pimpels, stiepen hebben, I do not care, daar bouwen we het Vlaanderen van morgen. Maar we bouwen niet het Vlaanderen van morgen met mensen die hier zijn om actief nog criminele feiten te plegen, om te profiteren van de sociale zekerheid en niet te werken. En mensen die hier zijn om een extreme vorm van de islam aan te hangen, die vindt dat een vrouw minder waard is dan een man, dat er geen scheiding tussen kerk en staat, daar bouwen we het Vlaanderen van morgen niet mee. Maar ik denk dus, als we iedereen willen meekrijgen, dat we een stevige pauze moeten hebben qua nieuwe mensen naar hier te brengen. Oké. Okay. Je hebt wel inderdaad interessante dingen gezegd natuurlijk, maar ik had het over weer al, over iemand die juist is van Congo gekomen. En alles wat u juist hebt gezegd bijvoorbeeld, ik begrijp dat wel. Uh-huh. Maar die persoon, hij is nog niet mee met de taal en zo. En voor hem... Hij ziet ook gewoon wat de wereld laat zien. En hoe je dat vandaag uitlegt, Tom, ik heb ook vorige keer gezegd, hoe je dat nu uitlegt, vind ik geweldig. Weet je, de Vlaanderen van morgen is de diverse Vlaanderen, bij wijze van spreken. Maar die persoon is geïnformeerd van, nee, die mensen daar, die zijn slecht. Jij moet ook domedijn. Wat bedoel je met domedijn? Jij moet dat in hun taal... Wat moet hij doen? Domedijn. Wat is dat? Domedijn is bijvoorbeeld iemand die... Je gaat hier een zware Nederlandse woorden gebruiken, bijvoorbeeld, dat ik bijvoorbeeld misschien niet ken. Ja? Dus je kunt ook bijvoorbeeld woorden gebruiken dat ik wel ken door gewoon... Ja, maar wat betekent dat? Domedijn. Dus bijvoorbeeld als je constipation bijvoorbeeld, betekent iets met je buik, toch? Ja? Buikpijn. Ik kan niet zeggen constipation, ik heb buikpijn. Ja? Dat is domedijn. Dus je maakt het gemakkelijker voor de volgende persoon. Ah ja, oké. Maar ik weet niet of je domedijn nu in het Nederlands kunt zeggen. We zoeken dat we straks wel op. Okay. Maar allee, ik bedoel gewoon het moeilijk maken naar de mensen. Allee, de mensen moeten de boodschap begrijpen. En jij zegt eigen volk, maar... Die kleur, jij staat binnen, dat is een zwarte man. Eigen volk, hè. Die heb ik toch gewoon de steek van eigen volk. Wat is eigen volk in zijn ogen? Hij denkt misschien, bedoelt Tom gewoon alle blanke mensen. Nee, want huidskleur is nooit, maar nooit een issue bij het Vlaams Belang geweest. Nooit, de afgelopen 40 jaar niet. Huidskleur is nooit... Weet je, als u... Heb je een voorbeeld waar dat wel op Zeefhoek, bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat u iets met Zeefhoek te maken hebt of zo. Maar zo'n oude gast op YouTube, ja. Zeefhoek. Zolang ze... zelf niet Zeefhoek alleen. Zolang... Kent u nog wel een Pinzas? Zolang ze scoren, mogen ze blijven. Ja. Origigigi. Zulke dingen bijvoorbeeld. Dat laat zien dat dat wel... Maar is dat een vertegenwoordiger van het Vlaams Blok of Vlaams Belang? Nee, maar dat is het ding dat de mensen wel gaan linken met het Vlaams Belang. Waarom? Want... Waarom? Dat is wat ik bedoel, Tom. Niet iedereen is mee met... Niet iedereen krijgt de kans met u te praten, Tom. Maar is dat misschien de rol van de media die mensen gaan filmen en dan doen alsof dat... Dat kan goed zijn. Ah ja, dat kan echt goed zijn dat dat de media is, maar dan
nogmaals, deze moet vaker gebeuren. Maar dat vind ik ook. Deze moet vaker gebeuren, want iemand moet weten, oké, hoe denkt Tom, hoe denkt Charles en hoe denkt Mohamed bijvoorbeeld, of hoe denkt Fatim. Like, we moeten samen kunnen zitten. Maar dan heb Tom, jij bent wel zo misschien, maar misschien is Philippe de Winter niet zo, maar er zijn figuren, grote figuren, die iets betekenen in jullie cultuur. Als je vandaag de dag zegt, kijk, eigen volk is gewoon, als je dat op tv moest, eigen volk is iedereen, dus elke huidskleur, elke Tom, geloof mij, die gaan maar ik denk dat je me wel verkeerd begrepen hebt. Ik zeg, we bouwen het Vlaanderen van morgen, maar iedereen er is. Nee, ik weet wat je zegt. Dat maar dat er is wel begrepen. Een verschil tussen het concept volk, gaat ook een beetje, ja. De vraag die ik stel, want ik heb uw podcast er beluisterd en zo. Ik kan zeggen waarom ik vind hoe dat Vlaanderen moet uitzien. Dat is waar. Maar niet iedereen is voor mij dan Vlaming ook, hè. Ik kan je een voorbeeld geven. Dus uw vraag was, wie is eigen volk? Ik heb er niet op doorgegaan. Ik kan er makkelijk, ik draai de vraag om. Dus wie is Vlaming? Dat is de vraag die je stelt. Ja. Wie is voor u Tom, wie is nu voor u Vlaming? Mm-hmm. Wel, ik draag de vraag om. Want als je dat een volk gaat beginnen definiëren, dan komt in vieze dingen uit. Ja. Heel specifiek, dan komt de nationaal socialisme met bloedlijn en zo. Daar doen wij niet al mee. Wij zijn nationalisten, wij zijn geen nationaal socialisten. Maar hier is de vraag. Wat is uw identiteit? Voelt jij je Vlaming, Charlie? Ik 100%. Als jij morgen in China staat. En ze vragen, Charlie, van waar zijt je? Ik ben Belg. Belg, zeg je dan? 150%. Belg? Maar hoe vaak in je podcast zeg je, maar wij Afrikanen, roots, wij Congolese... Natuurlijk, Congolese roots, dat is waar, maar op papier ben ik Belg. Maar dat op papier? Nationaliteit, Belg. Dat zijn dus de twee verschillende zaken. Waar, dus als het over wetgeving gaat, over uw nationaliteit, over ons paspoort, kunnen wij zeggen, je moet Nederlands praten, je moet een blanco strafregister hebben. Of, er zijn een paar dingen die je moet hebben voor je papiertje te krijgen. Mm-hmm. Maar wie je bent, je identiteit, dat is iets dat wij niet kunnen bepalen. Tom, ik kan het niet verplichten, maar ik denk dat daar dus het vaak misloopt. Ik zal een kat en kat noemen, heel van die jonge Marokkaantjes en zo. Je aanvaardt mij nooit en zo. En dan vraag je, maar voelt jij je Vlaming? Nee, ik ben Turk, ik ben Marokkaan. En dan zeg ik, ja, kijk maar. Daar begint het natuurlijk. Maar Tom, dat is de interpretatie dat u ook moet... Allee, je moet dat ook beseffen. Die jongens of die meisjes die dat zeggen, die komen effectief van een andere... Derde generatie. Maar ze zijn ondertussen hier geboren. En wanneer iemand zegt, ik ben een Turk, maar dat zijn roots. Ain't no wrong. Mijn roots is ook Congolees, maar ik ben Belg. Dat gaan de meeste mensen niet zeggen. Maar dat is een probleem. We moeten hun een kans geven, ze moeten ook weten. Want veel mensen zeggen, oké, Vlaams Belang is racist, maar tot jij moet vragen, waarom is Vlaams Belang racist? Ze kunnen dat ook niet altijd antwoorden. Daarom moet je iemand de kans kunnen geven, daarom zijn weer zo'n gesprekken nodig. Oké, goed. Kijk me vinden, meer dialoog. Maar ik heb er een eigen stelling over. Ik heb het ook gezegd op je podcast, denk ik, dat er meer dialoog moet zijn. Het voorbeeld dat ik altijd geef, ik ging mijn vrouw ging ik in schoten worden op een Deuzelt. Kun je weten, een Deuzelt? Nee. Dat is tegen Merckxen, man. Dus Dat passeer ik altijd, City Pirates, van Merckxen afkomstig zijn, zie ik die altijd trainen. Uh-huh. En toen ik kwam wonen, kwam een buurman, de Swa, een scheepshersteller. Pensioneerde scheepsrechter langs en zei, oh, Tom, goed dat je maar aan straat komt wonen. Zijn, want met al die vreemdelingen hier, ik zit een echte, ik zit een extreme Vlaams blokker. Ik zeg, zwaar, dat valt toch best wel mee. Er zijn 2 of 3 allochtone gezinnen. De Youssef neemt mij, zo'n gast. Hè. En ik geloof dat dat dus het punt is. Als je dus een typische linkse journalist hebt, dan is de zwaar een gepensioneerde scheepsersteller. Als je die knipt, ik zit een echte met al die vreemdelingen neer, dan is dat een verdorven racist. Maar zegt nou niks slecht over zijn buurman, want hij redde met de zwarte deur. Ja. Dus ik denk ook dat er veel meer nuance is dan dat de media doorheeft. Maar weer al mensen zoals u, mensen zoals weer Philippe en niet alleen... Is ook in de studio geweest, ja, iedereen, en Dries ook? Iedereen van Vlaams Belang. Die Vlaams Belangers die komen allemaal. Is de Wever al langs gekomen? Uw eigen burgemeester. Maar dat gaan we niet doen. Weet je waarom? Want kijk, je moet weten, hij is de burgemeester van Antwerpen uiteindelijk. Ik weet niet hoe druk hij het heeft, maar die gast misschien krijgt hij mij mee. En dat vond ik wel graag van u, dat jij mij hebt geantwoord. Sorry. En dat vond ik graag, maar ik ga niet zeggen, ja, de Wever is niet gekomen, Vlaams Belang is de beste. Nee, dat is niet van dat. Ik nodig jullie uit. En jullie komen en ik apprecieer dat enorm. Ik nodig jullie uit om jullie standpunten te begrijpen en om deze te hebben, om bij wijze van spreken de wereld samen te brengen en iets beters van te maken. Schaamteloos maak ik reclame voor uw eigen podcast. Je hebt ook Ginny Bales gehad. Podcast. Ik vond dat een zeer interessante podcast. Serieus? Ja, ik heb geluisterd.
Oh, oké. Talks with mother Charlie, man. We in the building. Hoor je permanent puup, puup. Dat is niet waar, want het is politiek incorrect. Hoor je niks censureren. Nee, dus. Ik ga ook proberen gewoon even niet meer te doen. Ja, oké, nee, maar ik vond dat interessant. En waarom vond je dat interessant? Ja, omdat ik wist iets van Ginny, haar persoonlijke geschiedenis, niet zo goed. Dat was interessant om inkijk te geven. En Ginny is nog collega geweest van mijn vader bij de politie. Oh, Rijkswacht, inderdaad. Ja. Dus die kinderen elkaar, ze hadden bij de politie, mijn vader bij de federale politie, de lokale politie. Dus interessant om eens te luisteren. Want ik vind het ook interessant, het concept van die podcast. Ik zeg het u, en veel mensen weten, die Tom, jij moet dat misschien wel eens kunnen zeggen hier. Hè. Zeg, toen jij bij Talks with Charlie bent, had je nog geen podcast, hè? Nee, het klopt. En uw exacte woorden, Charlie, amai, doe je dat zelf? Weet, ik zou dat ook eens moeten starten, hè? Ja. En 2-3 maanden later krijg ik een bericht, hey, ik ben ook met een podcast gestart. Ja. En dat vond ik, voor mij, dat vond ik het graafste. Dat, ik zeg niet dat ik u volledig heb geïnspireerd, maar gewoon het feit dat jij, want jij bent waarschijnlijk op vele interviews gekomen. Ik heb wel wat podcasts, maar je bent een van de mensen, waarom zet je hier ook terug? Allee, ik vind ook, jij nodigt mij uit bij je podcast, ik kan wat extra bereik hebben, jij hebt een bekende kop. Ik vind dat wel, you scratch my back, I scratch your back. Pause, zet jij deze? Nee, iets anders. Win-win situation. Scratch your back en zo. Ik doe dat niet aan mee, Tom. Een win-win situatie. Win-win. Ja. Maar er was 1 en 2. Ja, ik heb een beetje een obsessie. Je weet het ook, je hebt achteraf gezegd, met alles wat technisch ervan is, qua podcasts en qua video. Ja, ik ben ook nog mee in de studio geweest achteraf, waar je opnames doet. Nou, inderdaad. Dus ik vind het ook een leuk concept, omdat je dan elkaar wel laat uitpraten, dat elkaar wel heeft kennen. Ja. Heb je veel negatieve commentaar gehad toen ik langskwam? Over een Tupac. Waar heb ik gezegd over Tupac? Ik denk gewoon, die talk life. Maar ik denk gewoon, u kijk, hoe jij naar de hip-hop kijkt, denk ik, is weer wat de mensen hun kritiek op gaven. Want ze denken, je hebt Tupac die kans niet gegeven, denk ik. Om naar Tupac te luisteren, om een echte mening over Tupac te hebben. Ja, maar het gaat niet over het muzikale talent van Tupac. Nee, het gaat erover dat het een gangster was. Nee, en dat de gangstercultuur werd en er is niks cool aan voorbijrijden en elkaar afschieten. Maar heeft Tupac dat gedaan, voorbijrijden? Nee, maar hij heeft... Maar heel mijn punt van kritiek was toen... De gangstercultuur. Ja, heel die gangstercultuur die gecultiveerd wordt. Als je droom is... Ik wil later gangster worden en ik vind alle vrouwen bitches. En al die teksten gaan daarover. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat school niet interessant is. Persoonlijk, Tom, ik denk niet dat de doel is om wanneer een rapper wordt. Ik denk meer de doel, want er zien veel rappers rijk worden, bij wijze van spreken. En ze zeggen, ik wil ook rijk worden, ik wil ook mijn moeder uit deze slechte buurt brengen, bla bla bla. Maar ik denk niet dat ze dromen, ik wil een gangsterrapper worden. Want je moet ook niet vergeten, criminele feiten, gangster culture bestaat way voor de rapmuziek. Maar dat is juist. Criminaliteit is er altijd. Dus, maar het verheerlijken van criminaliteit en geweld, ik heb daar een probleem mee. Kun je mij voorbeelden geven, bijvoorbeeld? Omdat, geen literaire dingen, maar gewoon het concept hoe, je hebt nu zo in banlieues en zo, je hebt er of zo, met pistolen staan zwaaien en voor hun clipjes en zo. Ja. Tom, weet je, ik ben ook zelf er tegen. Maar er zijn rappers zoals J. Cole, er zijn rappers zoals Jay-Z. Ja, maar dat er ook goeie zijn, zonder meer. Maar mijn punt was toen, en misschien is dat interessant om daar wel langer over gedachten over te wisselen. Even uw drijfveren is jonge gasten op het rechte pad houden. En ja, zolang dat u een voorbeeld, niet jij natuurlijk, maar een voorbeeld is... Het cool vinden van de mokromafia en weeddelen en gangstercultuur er rond dat met rap een deel wordt gecultiveerd. Dan denk ik, jongens, als je denkt dat dat is... En dan moet iemand gewoon zeggen... Zou je gewoon je bed willen opdekken? Zou je dan gewoon je huiswerk willen maken? Want er zijn geen coole gangsters op hun 50 nog. Hè. Ze zitten of de bak in, of ze liggen onder de grasmat. En zolang dat er een cultuur is onder voornamelijk jonge allochtonen, ja, dan moet je niet verbaasd zijn. Als het cool is, als de politie de vijand is en een drugsdealer de neld, ja, dan is er iets mis mee. Persoonlijk, Tom, ik begrijp, ik kan hem een klein beetje meevolgen, maar eerst en vooral voor elke crimineel is de politie de vijand.
je moet geen rapper zijn om de politie je vijand te vinden. Zelfs niet voor de niet-criminelen. Nee, nee. Ze willen niet met arresteren en het is cool om ertussen nee, te komen. Maar dat is ook, Tom, dat is ze zien de politie als een andere gang, wat niet waar is. Hè? Maar Tom, dat is niet alleen met rappers dit. Hè. Dit gebeurt ook in het dagelijks leven. Wanneer een vrouw ziet politie en zij weet dat zij zelfs is, en ineens worden, dat is op het moment zelf. Maar nog iets, Tom. Je weet, je hebt mensen vandaag die een film kunnen zien of een documentaire. Sommige mensen kiezen, oh, ik wil een film, ik heb een documentaire. Pff, wow. En ik bekijk muziek als een film en documentaire. Ik kan, ofwel ga ik de film checken, ofwel ga ik een documentaire, ofwel ga ik een positieve. Nee, maar ik kom je een beetje tegemoet, nee, Charlie. Nee, maar wacht, dat vind ik heel belangrijk. Want ik wil niet dat jij hier de boodschap geeft van, ze willen gangsters worden. Nee. En ook niet, het is niet omdat ik zeg dat ik een wapen heb in mijn tekst. Bijvoorbeeld, ik heb een fucking tatoeage van een wapen op mijn arm. Ik loop niet rond met wapens. Snap je wat ik doe? Dat is gewoon de creativiteit van muziek. Dat is art. Hip-hop is niet begonnen met gangstergoed. Het is begonnen met dance. Snap je? Ik wil u tegemoet komen, want ik denk dat we een beetje naast elkaar praten. Nee, ja. Het is een beetje te maken, ik zal het simpel zeggen, het is niet omdat je een first-person shooter game speelt dat je daar een mensen gaat afschieten. Ja. Het is niet omdat je naar rapmuziek luistert dat je criminaliteit verhoudt. Dat is belangrijk voor mij. Daar ben ik het wel mee eens. Uh-huh. Ik heb het niet over de muziek als muziek, maar ik heb het wel problemen mee met het sfeertje dat er rond is, de levensstijl. En dat is anders en dat is problematischer. Dat is een mening dat u hebt en ik kan die mening ook niet veranderen. Want ik zie soms ook, allee, ik ben zelf opgegroeid in Amerika, dus ik weet over wat u het hebt. Maar dat is ook gewoon de media, zoals u zegt. Soms de media die focussen meer op wat ze verkeerd doen en dan wat ze juist doen. Dus wat krijgen we altijd? Hetzelfde met Vlaams Belang. Als Philip de Winter dingen gaat uitgeven naar school, gaan ze dat niet echt laten zien. Hè. Maar als zij zegt, de N-woord. We focussen altijd op dit. Het is altijd zo, Tom. We gaan altijd focussen op de negatieve. Zeg, maar ik ben altijd een oude mens, misschien maar 3 jaar. Maar je hebt zoiets nieuw van, in die cultuur, muzikaal. Echt muzikaal is het ook. Waar je elkaar punten kunt scoren als je elkaar prikt. Iets heel agressieve dingen, hoe heet dat? Ik weet over wat u hebt. Hoe heet die muziekgenre? Nee, ik ga u dat laten uitspreken. Ik weet het niet, ik ben echt muzikaal. Kijk, hè. Nog iets, prikken, wat u nu over hebt, ja, dat bestond voor die muziekgenre. Ja, maar hoe heet die muziekgenre? Geloof mij, Tom. Ja. Ik ga dat gewoon zeggen, u wil drillmuziek daar zetten. Dat is drillmuziek. Dat is wat ze eigenlijk noemen. Ja. Maar ik ben blij dat u mij hebt uitgenodigd in deze vraag. Prikken bestond voor drillmuziek. Dat heeft niks te maken met... Drillmuziek is toch... niet alleen de muziek, maar de muziek zit in een subcultuur waar het oké is om geweld te gebruiken. Ik vind van niet, want ik zie veel... Allee, de drillmuziek dat ik ken, dansen ze meer. Oké, maar goed, het is toch niet normaal dat nu er een subcultuur is waar het oké is om elkaar mee te steken? En wie heeft dat gezegd? De media toch, Tom? U klaagt altijd vaak over de media, zegt dit over die, maar allee, de media maakt het ook zo. Drillmuziek is eigenlijk een genre die is gestart, ik denk in de UK of zoiets. Uh-huh. En muziek maken, niet ik ga iemand prikken. Gaat erover, over mensen neersteken soms. Maar Tom, allee... Een film gaat ook over mensen vermoorden. Dat is gewoon creativiteit. Ja, maar er is niemand die de way of life heeft als Die Hard of zoiets. Maar je doet wel een way of life. Op wat baseert u dat? Aangezien de hoeveelheid incidenten met steekwapens toeneemt ook. Wat? Allee, Tom. Denkt u dat vandaag de dag veel meer is dan vroeger toen wij... Ja. Allee, Tom. Dan... Alles met steken en zo, missen, is veel hoger dan vroeger. Dat heeft niks met muziek te maken, maar dat is de mens zelf die iemand gaat steken, Tom. Geloof me. Dat heeft niks met... Want die muziek is om de echte te maken. Goed, maar die onderscheid wil ik maken. Muziek is muziek. En, maar de mag ik nog één ding zeggen? Ja. Voetbal is voetbal. Een hooligan is een hooligan. Dat is juist. Snap je? Voetbal. Je hebt een voetbalploeg. Antwerpen tegen Beerschot. De spelers die spelen... Precies de beste ploeg van Antwerpen. Je weet. City Pirates Merksem. Gang shit. That's how we do. City Pirates Merksem. Linker over de dam. Whatever jullie zijn. City Pirates. Je zou moeten kiezen. Antwerpen of Beerschot? Nee, City Pirates. 100%. Ah, okay. Je had punten kunnen scoren. Nee, als ik toch mag kiezen, City Pirates nog eens. Je had Beerschot moeten zeggen, Charlie. Beerschot. Ik ben een Antwerpen fan. Ja. Rode Antwerpen. Rood is mijn lievelingskleur. Jelle van Dam, ik kan nog blijven gaan. Dat is echt een geschiedenis. Okay. De tijd is beperkt. Hoe gaan we die jonge gasten op terecht te sporen? Eerlijk gezegd, kijk. Gesprekken zoals die, Tom, jij gaat dat nooit beseffen, maar dat helpt echt. Ja? Eerst en vooral twee mensen die verschillende meningen hebben. Niet alleen ik en u, maar gewoon in het algemeen. De boodschap die naar buiten wordt gebracht, jullie zeggen altijd, ja, media, maar welke boodschap wordt nog steeds naar buiten gebracht? Hoe kan ik
in, zoals jullie ook zeggen, de Borgerhout, de Linkeroever, hoe kan ik daar komen? En mensen zeggen, ja Tom, eigenlijk wat u daar zegt, ik ben er wel mee eens. Er zijn heel veel die dat zeggen. Ja, maar Tom, dat is wat volgens u veel is. Ik zie andere dingen bijvoorbeeld, en zijn ook andere mensen, Vlaams Belang is racistisch, voor velen. Ik kom hier binnen, ik ga niet zeggen waar ik ben, ik kom hier binnen, weet je wat ik zie, Tom? Black Pete. Maar, allee Tom, dat kan toch niet, Tom? Waarom niet? Maar dat is u, allee, snap je wat ik bedoel? Pete is een kinderfeestje. Ja, okay, sommigen zeggen dat is geschiedenis of cultuur, ik weet niet. Tom, een kinderfeestje, dat is niet waar, hè? Zwarte Piet bestaat niet, Charlie wist dat. Maar het punt is het volgende. Het zijn volwassenen die gaan steuren en kindjes niet. Ja, maar ik heb... Het gekke is dat kindjes die het geloven, vinden het niet erg. En ouders die er niet in geloven, vinden het wel erg. Dat is toch heel gek? Gaat u tegen uw kinderen zeggen dat Sinterklaas bestaat? Natuurlijk niet. Uiteraard wel, ja, Sinterklaas bestaat en Zwarte Piet bestaat. Oké, ik ben niet tegen wat u zegt. Ik bijvoorbeeld, mijn zoon heeft... Maar niet zeggen dat Sinterklaas bestaat. Laat mij aanspreken, Tom. Je moet me de kans geven. Ja, klaar. Sir. Mijn zoon heeft gezegd, toen hij 3 jaar was, zijn moeder heeft een cadeautje gekocht. Ja. Ah, Sinterklaas heeft hij gekocht. Toen hij 4 jaar, ook Sinterklaas. Toen hij 5 jaar was, kon zijn moeder die cadeautje niet betalen. Niet omdat hij geen geld had. Ik denk dat hij kaart, bla, bla. De volgende dag is hij wakker geworden zonder cadeautje. Steek je dan een rap op de Sint, hè? Nee. Die oude man is weer vergeten, die Sint. Nee, ik wou haar laten zien van... Ik heb dat tegen de moeder gezegd, kijk, je moet aan je zoon zeggen dat jij hard werkt voor zijn cadeautjes te kopen. En als jij op een dag niet kan, dat hij dat ook begrijpt. Want ik ben niet de vader die bijvoorbeeld op 10 jaar, weet dat Sinterklaas bestond eigenlijk niet, waar deelt hij tegen je aan het liggen. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar dat is mijn mening van een Sinterklaasfeestje. Ja. Ik vind dat je dat moet doen. Je moet geen duur cadeau geven, je moet een chocolaatje geven of iets dat toch. Geef u welk cadeautje geven, zeg maar dat dat van nu komt. Jij bent de ouder. Ah, ja. Ik vind dat zonde. Ik vond het wel leuk, de mysterie van langs waar komen ze. Hey, we wonen op een appartementje in de Canotstraat in Antwerpen. We hadden geen schouw. Langs waar moest Zwarte Piet in de Sint nu komen? We hadden geen schouw. Dus had ik gezegd, de raam moet openstaan. Fucking 6 december, hè. En de klein Tommeke vroeg zijn ouders om de raam open te zetten. Mijn ouders vroegen dat voor het verhaal. Hebben die een paar uur in de kou gezeten? Want anders kon de Sint toch niet komen? Roodpiet. Dat is toch een beetje leuk? Roodpiet is ook leuk, toch? Roetpiet kan ook leuk zijn, maar even leuk als Zwarte Piet. Maar ik vind dat Roetpiet is meer logisch, vind ik persoonlijk. Als je toch via een schoorsteen... Zwarte Piet bestaan je. Natuurlijk niet, maar het verhaal... Maar zijn helemaal over mee. Maar goed, die jonge gasten op de rechterpaal. Wat kan ik wel zeggen? Want gezegd, ik geloof dus wel dat er een, geen grote groep, maar een deel allochtone jonge gasten zijn die op ons stemmen. Want op sociale media zien we heel grappig soms reacties komen zo... Ik ben het eigenlijk eens met alles wat het Vlaams Belang zegt. Jammer dat ze me willen buiten gooien. Dus als ze zo onze praat horen, wat we zeggen, echt zeggen, dan zijn ze het vaak eens met ons. Maar er is zoiets dat blijft hangen. Maar zoals u beschrijft hun als allochtonen, dat zijn gewoon Belgen, Tom. Dat is misschien het probleem. Maar allochtonen heeft niks te maken met... Ik kan autochton of allochtoon zijn. Geloof mij, ik heb op Linkeroever gehoord, Deurne, ik zit daar, nooit heb ik iemand horen zeggen... Dat was een buur van Bart de Wever. Nog een shout-out naar Bart de Wever, de beste vriend van Tom. Je moet een buur van Bart de Wever. Dat is waar. Straks geef je me nog mijn adres op. Maar, wat ik wou zeggen is, Tom, autochtoon, dat is een woord dat ik ken, 100%. Maar nooit, waar ik ook naartoe ga horen, ik dat ze blanke mensen zo beschrijven. Maar wel bijvoorbeeld allochtonen. Autochtoon is een woord voor een blanke persoon, toch? Maar die bestaat niet. Taal heeft niet... dat ben ik niet eens. Ik wil dat jij mij begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg, het woord autochtoon, ik weet wat dat betekent. Maar in mijn omgeving wordt dat niet gebruikt, maar wel het woord allochtoon. Als negatief. Gewoon om mensen te beschrijven. Maar dat is het hele punt. Onze taal wordt door linkse compleet misbruikt. Het woord allochtoon of autochtoon is neutraal. Is neutraal, hè? Even te maken. Maar in de samenleving wordt dat niet gebruikt. Wat autochtoon. In mijn omgeving niet. En hoe noem je dat iemand die van niet... Een Belg gewoon. Belgische origine is. Autochtoon is... Je bedoelt... Iemand die niet van Belgische origine is... Jammer genoeg gaan we zeggen vreemdeling. Maar dat gebruikten we dus vroeger het woord vreemdeling. Dat mochten we niet meer gebruiken, want dat was de stigma. Die zijn toch niet vreemd hier? Die kennen beter. Oké, goed. Dan was het... Mijn punt van wat ik zei. Ik ben juist uit Congo gekomen. Mm-hmm. Ik pas mijn papier aan het krijgen. Ik ken het woord allochtoon en autochtoon. Allee, autochtoon niet. Nee, maar dat ze kennen niet wel, voor mijn taal. Het woord vreemdeling zouden ze wel snappen. Because dat is iets dat... Ja. Maar dat is een van de gekste dingen, Charlie, waar ik maar mijn vinger niet kan opleggen, is... Dus in de jaren 70 komen er gastarbeiders. Mm-hmm. Eerst gastarbeiders. Dat mochten we voor mijn tijd trouwens. Ook voor mijn tijd. Ja, okay. Dat mochten we niet meer gebruiken, gastarbeiders. Dan moest het vreemdeling.
Dan mocht dat ook niet meer. Dan was het woord allochtoon mocht niet meer. Om een duur weten we het niet meer wat je mocht zeggen. Maar ik heb nooit gezegd dat dat niet mocht. Ik wou gewoon laten zien van waar dat wordt gebruikt of niet. Op het moment dat iemand zou zeggen dat zijn allochtone jongeren, dan weet je al, of iemand schrijft, dan weet je al, dat is geen allochtoon die dat schrijft, want die schrijven dat niet. Dan is er waarschijnlijk een Vlaams belanger die deze heeft geschreven. Dus sommige mensen zouden zo denken, Tom. Geloof, ik zeg niet alle mensen, maar sommige mensen zouden zo denken. Want, maar dan denk je verkeerd. Hoe zou je anders iemand beschrijven die onze nationaliteit heeft, maar van niet-Belgische afkomst is? Vreemdeling is iemand die niet de Belgische nationaliteit heeft. En dus jij eigenlijk iemand met... Dat is ook iets dat ik nu vandaag leer. Dus iemand met Belgische nationaliteit noemen jullie nog steeds een allochtoon. Dus je kunt iemand die een Belgische nationaliteit heeft, en voor de statistieken kun je dan zien, mensen die derde generatie terug Belgische roots hebben, dat zijn autochtonen en een allochtone. Iemand die niet de Belgische nationaliteit heeft, maar in België woont, die valt onder de statistieken als vreemdeling. Dat is een dat is eigenlijk een... Maar dat zijn woorden, dat zijn woorden. Ja, maar dat is gewoon een woorden om iets te benoemen, zonder dat dat een slecht of goed gevoel heeft, een pejoratieve betekenis heeft. We zijn helemaal niet bezig over... Charlie, nog kort. Gewoon je gasten in het spoor houden. Kijk, om een jongere op de juiste pad te houden, is eigenlijk moeten ze ook zien. Sommige jongeren moeten tegen de muur lopen, zoals ze zeggen. En dan pas beseffen, ik was zo'n jongere. Ik was een jongere die naar niemand luisterde. Maar het is ook belangrijk om mensen zoals mij, of niet alleen mij, maar gewoon mensen die zich maatschappelijk bezighouden met het welzijn van de jongeren. Dus de juiste boodschap geven aan de jongeren. En ik vind ook dat gevangenisbezoek bijvoorbeeld ook nodig moet... dat moet gebeuren. Zo'n bezoek als... Ik kom bezoeken of even niet zien. Helemaal bezoeken. Gewoon. Ik heb dat vorige week gedaan. Ik ben op Merksplaats kunnen gaan. Charles naar City Park en iedereen die mee is gekomen. We zijn naar Merksplaats gegaan. En dan zie je van, ik wil hier niet zijn. Je hebt bloot overal. En Merksplaats is nog een... Oké, als je naar... Als je naar Rikers Island gaat... De Begijnenstraat in Antwerpen, dat is verschrikkelijk hoe ze daar liggen. Met 7 op een celletje. Dat is wat ik bedoel. En veel mensen, ze zien dat niet. En iemand van 14 die criminele feiten pleegt, hij ziet dat niet. En ik vind dat... Op die leeftijd, vanaf eerste middelbaar, weet je wat, we gaan eens een gevangenisbezoek doen. En vanaf die eerste middelbaar dat je al beseft van, oh shit. En er is ook helemaal niks cool aan de gevangenis. Dat is rete saai trouwens. Heel, wat liefst. Dat is rete saai. Dat is saai. Kijk, in de gevangenis, dat is 1 dag in de gevangenis te veel. Ja. 150%. Maar ik moest dat ook beseffen om in de gevangenis... ik heb dat pas beseft toen ik in de gevangenis zat. En had je nooit eens een nachtje in de cel doorgebracht hier? Ervoor. Wat is er met mij gebeurd? Op 13-jarige leeftijd ben ik, toen de Carrefour eerst is opengegaan in Schoten, die Carrefour daar... Die is echt... Ja, ik deed de Timberlands toen. Ik ben voor de eerste keer gaan stelen. En toen, cachotje, maar een paar uurtjes even. En toen heeft mijn vader gezegd van, nee, deze ken niet. Deze kun je niet. Allee, je hebt veel dingen gedaan, maar ik moet je komen halen, Kerstje, dat bestaat niet. En dus vanaf dan ben ik nog erger geworden eigenlijk. En daarom, dat is het enige dat ik zeker moet meegeven, de gevangenis is niet cool. Nee, is niet cool. Er is niks cool aan de gevangenis. Het is niet alleen niet cool, maar ik vind ook interessant de boodschap dat het gewoon heel saai ook vaak is. Je zit er steendood te verzinnen. Dus als dat niet saai was, dat heel erg... Daarom. Ze doen allemaal of dat cool is of zo, maar gewoon zeggen, je zit daar die muren te kijken. Er is niks cool aan de gevangenis. Dat is verschrikkelijk. Je slaapt daarmee. Maar nog een laatste ding, want ik had nog één ding voorbereid dat ik misschien er toch wil ingooien. Vring ik hier heel onnatuurlijk in. Jonge gasten op de rechte pad houden. Ja. Dat is niet de verantwoordelijkheid van politici, niet van sociaal werkers, maar op de eerste plaats... Van de ouders. Van de ouders. Van onze podcast nog heb onthouden, wat ik ook belangrijk vond, is dat die ouders verdomme komen kijken als die jonge gastjes aan het voetballen zijn of aan het trainen. Maar Tom, de situatie is anders, Tom. Ik kan moeilijk, omdat ik shiften werk, Zelfs met shiften werken, kun je zorgen dat je bij oudercontacten er zijn, dat je huiswerk maakt. Elke situatie is anders, Tom. Geloof mij, mijn zoon woont, ik ga je een voorbeeld geven, weer mijn eigen. Mijn oudste zoon woont in Limburg. En oudercontact kan ik er niet altijd zijn. Ik doe mijn best om dat te zijn basketbalwedstrijd. Maar ik ga er ook niet altijd kunnen zijn. Maar ik doe wel mijn best. Is zijn moeder er toch wel? Ja, dat is wel. Altijd één van de twee ouders. Ja, dat moet de bedoeling zijn. Maar wat gebeurt er als je allebei ouders die gewoon moeten werken? Wat er met mij ook vroeger is gebeurd, dat ik ook alleen ging. Maar dat gebeurt bij iedereen. Maar nooit komen. Er is een verschil tussen altijd komen, de crazy moms, die iedere wafelenbak, ieder oudercontact, ieder naschool... Dat is één ding, dat moeten we gelukkig niet allemaal worden. Maar nooit komen,
Dat is wel problematisch. Maar Tom, die mensen die nooit komen, ben jij ooit eens naar hun huis gaan? Dus ja, maar dan gaan die leerkrachten zelfs naar dat huis langs en zo. En dit zijn moeilijke omstandigheden, en dat begrijp ik. Maar ik heb geen compassie ermee, voor twee redenen. Ze moeten lidgeld al betalen. Je moet kinderen, als je kinderen op de wereld zet, heb je een verantwoordelijkheid. Dat is waar. Zelfs als je geen job hebt, het heel moeilijk hebt, kun je een uurtje gaan zitten en luisteren je kind op de school. Ik vind dat ook. En twee, we leven niet in Congo of in Burkina Faso. We krijgen kindergeld en schoolgeld. Je moet je er tijd voor maken. Mag ik één ding zeggen, los van wat je juist hebt gedaan, daarom... Mensen linken Vlaams Belang snel met bepaalde plaatsen. Maar er is toch geen schoolgeld in Congo? Nee, maar wacht, wat vindt u zelf? Dat is zo erin wrijven precies, toch? Nee, dat is niet waar. Ik weet dat u dat niet doet, maar sommige mensen zien dat wel zo. Oh ja, maar dit is niet gewoon... We hebben een geweldig gratis onderwijssysteem hier. U kunt gewoon zeggen, zoals met allochtonen, de mensen die zijn gepakt, maar wat gaan ze doen? Wat gaan jullie zeggen? Of gewoon de mensen... De allochtonen zijn gepakt, dat zijn mensen. Het einde, dat zijn mensen. Allochtonen, kijk, iemand hier, als er iets hier gebeurt, ik ben de naam vergeten, hè, maar ik had u gesproken erover en Dries van Langenhove, en Dries van Langenhove heeft mij een bericht gestuurd, ik heb dat wel gepost, maar Tom had niet. Ik weet niet meer over waar het ging, maar als er iets gebeurt, dan zijn jullie snel om te zeggen de allochtonen. Maar zeg gewoon mensen, dat zijn mensen, simpel, beschrijf je als mensen. Oké, ik begrijp het. Waarom zeggen we niet zoogdieren? We zijn niet zoogdieren. Levende wezens? Je mag dingen bijna benoemen. Hè. We zien gewoon in criminaliteitscijfers, Charlie, je moet er niet flauw voor doen. Je bent naar Werksplas geweest. Ja. Als je vanuit de Begijnenstraat zou gaan. Ja. Dan weet je dat de helft van de gevangenen niet Belgische tijd hebben. Het is toch niet zo divers? Ik kan ook bijvoorbeeld, wat u nu zegt, bijvoorbeeld, ik vind dat eigenlijk een stem die dat niet naar boven moet gebruiken. Maar ik kan ook zeggen, ja, maar... Ik heb veel mensen gezien die voor weet gearresteerd werden, voor dat. Maar ik kan ook zeggen, de pedofielen wat ik heb gezien, maar ik ga niet doen. Uh-huh. Maar dat is trash, weet je waarom? Ik ga je zeggen waarom dat trash is, Tom. Want at the end of the day, dat zijn mensen. We moeten hun gewoon als mensen zien. Mensen maken fouten en mensen gaan fouten blijven maken. Ik vind dat je dat wel mocht benoemen, ook wat je niet wilt benoemen. Bijvoorbeeld als ik de drugscriminaliteit wil aanpakken. Wiet, niet de zware dingen, maar wiet. Ja, dan is het interessant om de Marokkaanse gemeenschap te gaan bekijken. Ik weet het niet. Weet je waarom? Ja, als je wiet moet hebben, ja, belt dan best de Mo. Want bijvoorbeeld, wilt je de witte bordencriminaliteit aanpakken? BTW-ontduikers, fiscale dingen. Wel, ga dan kijken in de villa's rond Antwerpen. De blanke villa's. Noem die dingen toch gewoon bij naam. Want je moet niet gaan zoeken in die kleine arbeiderswoningen in Deurne, waar die Marokkaanse families met veel in een veel te klein huisje wonen. Want daar gaat je geen BTW-ontduiking vinden, hoor. Ga dan maar kijken in de grote villa's. Maar je moet gewoon een beetje interessant en efficiënt je middelen en mensen inzetten. Tom, wat u zegt kan misschien wel kloppen. Ik vind gewoon de manier hoe je dat naar buiten bracht. Marokkaanse familie in Deurne. U kunt gewoon zeggen, de families die in Deurne wonen. Waarom moet die Marokkaan... Dat is mijn probleem gewoon. Waarom moet die Marokkaan specifiek erbij? Omdat uit de cijfers blijkt dat de wietdealen een groter probleem... Er is nu niet dat de mokromafia heet, hè. Het heet niet de Kees en Joop-mafia, hè, in Antwerpen. Jammer genoeg weet ik er niet zo... Ik weet er eigenlijk amper... Qua cijfers klopt dat gewoon zo. Maar goed, we zijn helemaal afgeweken. Dus één... Voor jongeren op het goede pad te houden. Zijn podcasts zoals Talks with Charlie best oké omdat er gepraat wordt? Want het nodig ook jongeren uit van die gemeenschap. Alleen van de omgevingen, dat u zegt van in die bepaalde omgeving. Het zijn allemaal mensen die zitten in gemeenschappen, Charlie. Dank u, Tom. Zo moet, als jij zo blijft doen, dan je go. Ik verbeter het. Inderdaad, maar ik heb gelijk. Nodig gewoon de mensen uit. Praat met ze. Praat met hun. Net zoals er vooroordelen zijn over het Vlaams Belangers, zijn er ook vooroordelen over... Veronderstellingen ook. Dus dat is eigenlijk het probleem. Haal die veronderstellingen weg en probeer met de mensen te praten. Want uiteindelijk, Vlaams Belang betekent letterlijk belang van Vlaanderen eigenlijk, als ik me niet vergis. Dat is serieus, dat Vlaams Belang. Dus met andere woorden, ik woon ook in Vlaanderen, dus kom met mij praten. Maar ik nodig je zelfs uit. Maar volgende keer ik je uitnodig, moet je iets zeggen. Ja, ik ga Zullen we chingen en afronden? Ja. Talks Charlie. Motherfucker Charlie. Appreciate you, Tom. Goed. En u, beste luisteraar en kijker, bedankt voor deze zomereditie van Toogpraat. Zomerpraat, bedankt om het kijken. En vergeet niet te subscriben en ons te volgen. Zeker. Voilà. Appreciate you. And... Dit was Zomerpraat met Tom van Grieken. De speciaal zomeraflevering van Toogpraat. Korter, meer zomers, maar zeker niet minder politiek en correct. Want ook in de komkommertijd gaan we de taboes niet uit de weg.